Nou, Bratsie. Ja, Hans hier dan. En waar bent u? Hij heeft net de camera erom, hè? Ben je erbij inbeld? Ben je erbij inbeld? In Berken. Berken? Het was net de fietsen. Wilt u fietsen? Zeker. Ah, zo sportieve man, hè? Ja, zeker. Hey, ik heb gisteren ook al gezegd, hebben jullie dat ook voor de camera gezegd? Dat wie van die mooie jessies, hè? Dankzij de boerderijen. Ja, maar heb je dat gisteren niet gezegd dan? Nee, maar dat mocht niet van Herman. Want die is, ik weet niet helemaal hoe het zit met die sluikreclame. Maar als ik het gezegd heb, mag ik dat ook. Ik heb het gezegd. Dus hoe was gisteren bij de Pepperbusjes? Watsen, Sassenotiveer en op de achterkanten. Ja, je moet hem hebben met die zo spannen, want... Nee, ja, gisteravond was gezellig druk. Ja, oh, mooi. Ja. Ik heb alleen geen interview kunnen doen, dus ik dat probeer ik straks even. Ja, want we moeten ook nog Prins Danny bij de veten nemen. Ja, dat doen we straks ook. Pak me wel eens niet keer. Ja, dan zetten we ze gewoon op de rijen, want ze vragen er al om, hè. Komen jullie nog voor een interview? Dat bedoel ik. Maar vanavond kom eerst eens even kijken met 54 jaar. 54 jaar. Ja, en de oelewappers. 55ste hoogheid al, hè. Dat is wat. Volgens jou een feest om, grote feest om. En ik heb al een beetje inside information. Ja, onze Gert. Zie je gaat groot uitpakken, volgens jou. Ja? Zie bezuinigen niet. Gert Timmerman is een penningmeester, hand op de knip. Maar volgende week... Maar wat vond je een zaal dan? Dat zal maar moeten. Nou goed, ja, omdat ze gewoon uit gaan pakken. Zeker, jongen. Ik denk dat ze een stuk bij de been wel opzetten. Oh, dat zou wel mooi wezen. Maar in ieder geval, wie hebben we vanavond eerst? Dat, het belooft een spektakel te worden. Ja, vanavond ook, hè? Gert Timmerman, die zegt, er giet wat gebeuren, jongens. Wees erbij. Nou, en de baby. Zo gaan kijken. Ja, alleen, ja, ik vond het volgende keer ook maar zo'n mooie broek aan het trekken met zo'n mooie schoenen. Heb je die niet gehad? Nee. Of kregen we die ook van Gert? Die zat bij het kledingpakket. Van Wildkamp? Van de Wildkamp. Stuurt! Ja. Nou, Elmer, we gaan naar binnen. We gaan naar binnen doen, kom maar. Beautiful all the time, and I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats, and they're coming to take me away. Hallo mensen. Hier spreekt Prins Feike de Eerste. Ik wou graag eventjes inbreuk plegen hier op deze feestavond. Hierbij wou ik graag mijn adjudanten en de begeleiding even naar voren halen. Het is jammer dat ik hier persoonlijk zelf niet aanwezig kan zijn. Maar bij deze wou ik jullie toch graag bedanken en jullie het welbekende Big Band pakket aanbieden. Dus adjudanten, Big and Ben. Ja, er wordt iets aangeboden, begrijp ik. Dus bij deze. Als eerste wil ik graag Big naar voren hebben. Big, jij bent een jongen die ik al jaren en jaren en jaren ken. Wij hebben toen de tijd de afspraak gemaakt dat als ik hoger zou worden, dat jij mijn adjudant zou zijn. We hebben dit jaar een prima jaar met elkaar gedraaid. Ik wou je daarvoor bedanken met het Big Ben pakket. Als tweede wil ik graag naar voren hebben Ben, oftewel Jitse. Jitse, wij kennen elkaar al zo vreselijk lang. Wij zijn samen lid geworden van de vereniging, samen in het pak gekomen bij de Raad van Elf. Ik ben tussentijds naar de Senaat gegaan, jij bent voorst geworden. Nou heb ik ook de stap gemaakt dat ik voorst ben geweest van deze vereniging. Ik hoop dat we samen over een jaar grootvorst mogen zijn. Dat we dan onze carrière samen gaan vervolgen. Ik ben heel trots dat jij mijn adjudant bent geweest. We hebben samen een prachtig mooi jaar gedraaid. En daarom wil ik jou hierbij ook toch het Big Ben pakket geven. Dankjewel, Feike. They're coming to take me away, ha ha. They're coming to take me away, ho ho, hee hee, ha ha. To the funny farm where life is beautiful all the time, and I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats. And they're coming to take me away, ha ha. En dan nu de begeleiding. Ja, daar heb ik niet veel over te zeggen. We hebben een jaar hebben we goed gedraaid. Ik heb steun van ze gehad. We hebben discussies gevoerd. We hebben plezier gehad. Ik vind, dat kan ik rustig zeggen, dat we het goed gedaan hebben. Ik ben trots op jullie begeleiding. En daarom heb ik voor jullie ook een kleinigheidje verpakt in het Big Band pakket. En dat wil ik bij deze jullie graag aanbieden. Dat is
Ja, en dan bij deze is het toch ook een klein stukje wat officiëler is. We hebben alle zaken van Prins Feike inmiddels in ontvangst genomen. Zijn abdicatie heeft nu bij deze plaatsgevonden. Maar dan hebben we hier natuurlijk nog adjudanten Bik en Ben. Prinses, geef u het woord. Ja, dan is nu de tijd gekomen dat ik de spullen bij jullie af ga nemen. Met wie zou ik beginnen? Dat dacht ik al. Ik neem eerst uw steek af. Dat is een fijn gevoel, hè? Nou, je mag de staf ook inleveren. En dan adjudanten onderscheiding. Hij lacht altijd. Je bent er gewoon weer, Jeffrey. Gilletje ook nog. Oh, sorry. Ja. Met Jensen. En Bik. Bikheid. Ik ga beginnen met de steek. Ja, maar er komt nog wel meer zometeen hoor. Oké. En nu uw onderscheiding. Jasje mag ik ook hebben. Buik in. Broek uit. Kom zo, rustig. Dankjewel, Prinses. En inmiddels gaan ze verder. Er wordt er een vervolg aangegeven. Daar gaan ze helaas weer wat aan, dames. Excuus. Shirt up! Ik ben er blij mee. Langzaam maar zeker. Zullen we ze weer een kennis aan het hoofd. We zijn in Jitsen en Jeffrey. Ik ben blij dat de schoenen aan blijven. Ja, en de wachter. Dan ben je Oele hier en dan sta je hier nu als Engelse wachter. Er vertrekt ook werkelijk geen spier. En intussen staat Quinere, de dochter van oud-prins Feike, staat hier vooraan. En volgens mij hebben ze een live verbinding, zodat Feike thuis alles kan aanschouwen wat hier gebeurt, ook met zijn artjes. Hier, Mr. Mountain House. Yes, Mr. Is it possible that we could see the new funny walks of our Jeffrey and Jitsen? Yes, of course. They're coming to take Ladies and gentlemen, away, give him a very big hand. To the funny farm where life Oftewel, geef ze waanzinnig applaus. Deze twee toppers, samen met Prins Feike, hebben ze er een fantastisch jaar van gemaakt. They're coming to take me away, haha. They're coming to take me away, ho ho, hee hee, haha. To the funny farm where life is beautiful all the time, and I'll be happy to see those. Nou, als je nu al naar de klok kijkt, zie je dat het 11 over 11 is, maar we hebben natuurlijk nog geen 3 minuten. Ik zou zeggen, DJ, je mag het gordijn open doen, want wij zijn toegekomen aan onze opkomst
van onze nieuwe hoogheid. Ik zou zeggen, als u zoveel wenst, start dan ook de muziek. Daar gaan we. D.O.W. wordt onze 55ste hoogheid. Wie gaat ons voor in het 54ste jaar van de Oenewappers? Ik kan u vertellen, in mei werd onze keuze gemaakt. De begeleiding, ikzelf, samen met Vorst Paul, hebben een zeer lastige keuze moeten maken. Want het is natuurlijk niet makkelijk om een hoogheid te vinden die past bij een jaar net voor het jubileum. En die past binnen Sacerdot, die past bij de Oelewappers. En ik kan u verzekeren, we hebben onze keuze gemaakt. Doe de muziek maar lekker hard. Daar gaan we, dames en heren. Klapt u maar mee. En bouwt de spanning graag op. Maar laat u zelf zien. Ik zie dat het is een prins. Dames en heren, wij presenteren u Prins Taantje de Voorste. Ik zou zeggen, komt u deze kant op door de Bourlonnezee heen. Dames en heren, nogmaals Prins Daantje de Voorste. Zo, mag ik even iets wat meer naar het midden van het podium begeven? Ja, en dan gaat nu de installatie beginnen. Prinses. Dus dan ga ik iets onderscheiding overhakken. Ja? De ambtsketting gaat ook van de Oenewappers. En daarbij hoort natuurlijk een prachtige steek. Het is Prins Daantje de Voorste en Daantje de Voorste, het zijn allemaal kleine letters. Ja, en dan hebben we natuurlijk de staf. Maar de staf geven we niet voor. De staf geven wij voordat het oerlad gedronken is. Dus, wordt opengemaakt. Een traditie die toch al wel aardig wat jaren voortgaat. Ik weet nooit wat erin zit, maar met zo'n drankje kan het niet anders. Het lijkt water. En zoals je dan telt daar van 3 naar 0 en dan is het in één keer achterover. 3! Ja, we hebben ons kapel gereed staan voor de Alaaf. En dat betekent dat u de staf krijgt. Fantastisch, dank jullie wel ook dat jullie daar gereed staan. Ik kijk even opzij, want ik neem aan dat u het natuurlijk niet alleen gaat doen. Dat klopt toch? Ja, dat klopt zeker. Meegebracht twee adjudanten. Adjudant A en adjudant B. A en B. En zij gaan dan nu presenteren, mag hetzelfde muziekje nogmaals aan. Ik hoor al geknal, want ze zijn al bezig met het prikken. Ja, we hadden eigenlijk de afspraak dat alle ballonnen kapot gaan, dus klopt je mee. Moedig slaan. Go, 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 go. Wij presenteren nu Amber als adjudant A en adjudant B.
altijd bij de alfabet met de A natuurlijk. Ja. Dit gaat ongetwijfeld toch veel verwarring zorgen. A en B, wie is nou A en B? We dachten we beginnen dan van links naar rechts, dus A. Mensen in de zaal! Voilà. En dan als laatste, de staffen. Voilà. En de andere staf, bij Adjudant A. Voilà. En hiermee is ons trio compleet. Dank Prinses, dank Kanselier, dank Vorsten. En dan wordt denk ik nu tijd voor de Zwollenaar. De voorsprong. Bij deze proclameren wij met gratie van de Raad van Elf het groot vorstendom, onze hooggeachte voorzitter, onze begeleiders en adjudanten. Prins Daantje de Voorste, aspirant van Carnavalsvereniging de Oederwappers, Graaf van Slobberveen, groot crediteur van Oederburg, Hertog van Wolfenbroek, Ridder van de IJssel, senior bij de heren van de Stichting van Pekscholle. Beschermheer van alle mooie huizen in Sassendonk met verf en kwast. Dat. Ten eerste, wij het een zeer grote eer vinden ons aan u te mogen verbinden. Als uw 55e prins van Oederwappers voor te mogen gaan. Wakend over onze normen en waarden, waar we allemaal voor staan. Voilà. Ten tweede, wij en onze begeleiders Paul en Ronald, adjudanten A en B, onze enorme en diepe waardering eruit spreken voor de voortreffelijke begeleiding van vele weken. Ons wegwijs hebben gemaakt in het veelzijdig land van carnaval. Ons fan hebben gemaakt van Doenerbakkers, maar bovenal hen danken voor het vertrouwen en vriendschap van hoge kwaliteit. En het investeren in ons van zoveel kostbare vrije tijd. Voilà. Ten derde. Wij genoten hebben van de spanning voor de maandenlange geheimhouding. Komt de nieuwe prins of nieuwe prinses van buiten of vanuit eigen kring? Wij ons trots voelen uw nieuwe prins te mogen zijn van deze vereniging. Ten vierde, wij de eigenaren en personeel van carnavalsmode bijzonder willen danken. We hebben in het pak met steek voor de spiegel echt wel even staan janken. Voor het ontwerpen van deze prachtige kleding van ons en onze adjudanten.
Gustavo, deskundig gast en gastvrij. Met naald en draad weten zijn verwanten. Ten vijfde. Wij onze dank willen uitspreken aan Marco van der Weijenbelt en Hessel van Hessels Café. Gastheer in Kastelein. Voor ontvangst, gastvrijheid en ons gevoel geven dat we echt welkom zijn. Ten zesde. Wij zullen alles in het werk. Wij alles in het werk zullen stellen wat in ons vermogen ligt om het carnaval ontzassend om te laten bruisen en kleuren. En bij alle Schoolse cafés hun biertjes te mogen proeven en kleuren. Wij ons echt wel beseffen dat dit alles een feest moet zijn. Een grap en een grol. Met een glas bier of een glas wijn. Wij hebben toch de behoefte om even stil te staan bij de mensen die afgelopen jaar zijn heengegaan. We laten hen toe in onze gedachten. Even terugkijken hoe zij destijds lachten. Ten achtste. Dit carnaval wordt een feest. En dat feestje doen we met z'n allen. Weg met de zorgen en de stress. Op naar de kroeg en lekker knallen. Ten negende. Wij uitkijken naar een grote carnavalsoptocht in maart. Een slinger van feest met kop en in de staart. Eentje zonder de sleur, maar wel volop in kleur. Ten tiende, wij zien uit om met u allen kennis te maken en met u de Polonaise gezamenlijk in te haken. Wij zeggen één ding, dit carnaval wordt een klapper. Wij zijn beren trots als men roept. Hé, hey, daar is een roederwapper. Ten elfde, tot slot. Daantje de voorste Guido Veur en brengt dit carnaval volle kleur.